Ja, ik ga stoppen als vaste presentator bij Concentrate. En dat vind ik heel jammer. Ik ben al een tijdje wat minder actief op Concentrate. En dat hebben veel mensen ook al wel gemerkt. En daarom had ik ook de behoefte om toch even uit te leggen wat er aan de hand is. En ik had ook even een paar maanden nodig om te bedenken voor mezelf wat er eigenlijk aan de hand is. En na een goed gesprek met RTL, die achter Concentrate zitten, zijn we eruit gekomen dat dit toch de beste en enige goede oplossing is. Ik vind het heel jammer dat ik stop of moet stoppen. Maar ik wil wel heel graag de reden uitleggen waarom. Want het is niet helemaal mijn keuze. Dat klinkt een beetje nu als Umberto Tan die stopt bij Late Night. Zo voelt het misschien ook wel een beetje. Nee, dat is helemaal niet aan de hand. Wat het is gewoon Concentrate zoals het nu is, is heel anders dan hoe we begonnen. En Concentrate zoals we begonnen, dat vond ik het allerleukste wat er was. En Concentrate zoals het nu is, dat past gewoon niet meer zo bij me. Ik vind de items die er nu zijn, zoals Judgment Need en de Concentrate Games, vind ik minder leuk dan de items die we vroeger maakten. Zoals de Blind Spot en de Leugendetector en Waggies en Winnaars en weet ik wat we nog meer allemaal gedaan hebben. Dat vond ik de leuke tijd. En echt het allerbegin, toen we alleen nog maar met Kai, Monica, Bobby en ik waren met z'n vieren. Toen waren we een team. Toen hadden we een bepaalde chemie, toen hadden we lol in wat we deden, we waren iets aan het opbouwen, we hadden een leuk team eromheen en dat was echt het allerleukste om te doen. Hoi, ik ben Kai. Hoi, ik ben Monica. Ik ben Thomas. En ik ben Bobby. En dit is Concentrate. En ik vind ook als ik nu die items terugkijk, dan zie je ook meer plezier in mij en ik denk ook in de rest van de presentatoren terug dan nu. Ik weet nog bijvoorbeeld mijn allereerste draaidag, dat was dat ik een meisje moest onderverven en daarna met haar ging schilderen. Wow! Hoe voelt dit? Koud! En een rondje. En we hebben ook nog iets gedaan met dat we een katertest gingen doen. Dus dat we heel veel gingen zuipen en dan gingen kijken wat het beste werkt tegen een kater. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben gisteravond een feestje gehad. Kater, ik ben godverdomme nog dronken gek. En je mag best weten, ik mis die tijd wel een beetje. Want Concentrate is niet meer wat het was. En alles verandert, alles gaat door. Het hele leven verandert, zo gaat het nou eenmaal. En ja, dit is hoe het dan is gegaan met Concentrate. Oh ja, ik heb ook nog een tatoeage gezet. Veel mensen geloven niet dat hij echt is, maar hij is echt. Hij zit er nog steeds, kijk maar. Als er van een fucking Pikachu op ons rijdt, hij is toch fucking geweldig? Dat is niet normaal. Ik ben er nog steeds trots op, ik heb er nog steeds geen spijt van. Die tijden, dat was gewoon leuk. We zijn nog op vakantie geweest, we zijn op wintersport geweest. Naar Albufeira, naar Gersonisos. Brood! Jägermeister, mach meine Bratwurst wakker. Guten Tag, schöne Schmetterling, wie geht's? Ja, danke, goed. Wat maakt je hier? In de reacties eventjes weten of je liever met groenten zou willen daten of met Friedheim zou willen tongen. Friedheim? Ja. Hoi. Hey. Hoi. Dankjewel, Mo. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het fantastisch hier. Dit is onze villa. Ja, mooi. Nu de gasten er zijn en het hele team compleet is, kan het feest beginnen. Tijd voor wat afkoeling. Wat wel belangrijk is om te zeggen, het is niet dat ik Concentrate nu ineens stom vind. Ik vond het Concentrate van vroeger leuk en het team wat nu Concentrate maakt heeft voor gekozen om net iets een andere weg in te gaan. En ik vind dat dat niet bij mij past en ik vind als iets niet bij je past en als je er niet 100% lol uithaalt, dan is het soms beter om te stoppen. En dat geldt denk ik wel voor alles in het leven. Soms heb je moeilijke keuzes, het kan bijvoorbeeld ook zijn in een relatie of zo. En ja, als dat gewoon niet helemaal lekker meer werkt, dan is het soms gewoon beter om te stoppen. En wat er soms dan ook gebeurt, is dat je dan ook, omdat je bent gestopt, weer bij elkaar komt later. Omdat je dan beseft dat het toch wel leuk was en dat het ook anders kan. En ik sluit dat niet uit voor Concentrate. Als er een leuk item komt op Concentrate of een leuk programma en ik word gebeld, dan sta ik klaar. Want ik vind het nog steeds heel leuk. Het is alleen dat ik voor mezelf nu niet mezelf zie als vaste presentator van Concentrate. Omdat ik dat toch al veel minder deed. En ja, zo gaat dat. Soms stoppen de mensen, soms komen de mensen bij. En met Nanne en Monica is het ook goed gekomen, gelukkig. Maar ja, om deze video niet al te emotioneel te maken, wil ik toch nog iets meer terugblikken op de leuke tijden die ik heb gehad met Concentrate. Ik heb zoveel vette dingen mogen doen. Bijvoorbeeld bij de Blind Spot heb ik nog een baan aan overgehouden bij Editie NL. Daar heb ik nog heel lang items voor mogen maken. Dit is live op televisie.
visie. Ja, wie is dit nu ineens hier naast mij? Dit is Thomas Cox van Concentrate. Ja, Steve die gaat hem daar nu van... Kijk, het is al gelukt. Hi, Thomas. Wow. Hey. Hi. Hallo. Je bent live in de uitzending. Wat heb ik aan? Bij Editie. Oh, nee. Kijk. Ik ben uit een vliegtuig gesprongen. Wat te doen met je poen hebben we nog gemaakt. Waggies en winnaars. Voor één dag. Loslippig. Project C. Stop. Het was op je ballen, hè? Het was op je ballen. Ja, dat was één. Nou, zit ik hier met mijn kut open en hap ik niet toe. Ga je dus niet in de sportstand? Jawel. Nou, dat was de joden. Oké, hoe ver moet ik? Tot je elleboog. Ik kan nog iets verder. Ja, ja, ja. Keep on hoping. Kijk bij de ocean. Ja. Hier, let's go. Ja, en we zitten bij Concentrate. Het is dat je het wil. Yeah. Maar... Daar komt-ie. Help, je gaat het gewoon door. Nou, jongens. Hoppa. Dan moet ik naar buiten. Oké, daar gaat hij. Nou jongens, goedemorgen allemaal. Het is hem gelukt. Zou je mijn moeder doen? Oh, ze kennen elkaar niet, hebben elkaar nog nooit gezien, weten niet eens elkaar zijn naam. En nu gaan ze zoenen. Wat? Wow. Oké. Nou, dat is gelukt. Oh, shit. Niet stoppen, blijf rennen! Niet stoppen! Nee. Ja. Oh, Kim. Oh, hij wordt op. Ja. Oh. Ja, ja. Nee! Oh, ik haat je! Oh. Fuck you! Is hij stoerder dan vrouwen? Nee, totaal niet. Nee, hè? Ja, als ik er zo op terugkijk, heb ik wel al die jaren hele leuke tijden gehad. In het binnenland, in het buitenland. Ik heb de gekste dingen kunnen doen. En daar ben ik iedereen heel erg dankbaar voor. Vooral de kijker natuurlijk. Jullie hebben het allemaal mogelijk gemaakt. Dus dank je wel voor de mooie tijden. Ook het hele team wat erachter zit, die wil ik ook heel erg bedanken. De medepresentatoren, heel erg bedankt voor de mooie tijd. Wat het nu verder voor mij betekent, ondanks dat ik het heel jammer vind, denk ik dat er hele leuke tijden aankomen. Want ik heb al heel veel nieuwe dingen klaarstaan. En die komen eraan. En ik ga deze week nog een video maken op dit kanaal waarin ik uitleg wat er allemaal gaat gebeuren. Dat wordt echt heel leuk. En soms is het nou eenmaal zo dat je de ene deur dicht moet doen om de andere deur te openen. En je kan niet op twee paden tegelijk wandelen. En met die diepe metaforen bedoel ik te zeggen dat het soms beter is om iets wat net niet helemaal meer soepel loopt achter je te laten en door te gaan met een nieuw project waar je 100% voor kan geven. En dat is wat ik ga doen en dat gaat echt heel tof worden. Dus ik kijk terug naar Concentrate als iets wat ik heel leuk heb gevonden en wat heel leuk was. En nu kijk ik naar de toekomst, naar nieuwe dingen die eraan komen. En ik weet ook zeker dat dat ook weer heel leuk wordt. Dus niet getreurd, zeg ik ook vooral tegen mezelf. En wat ik voorop wil stellen, want ik wil niet dat daar twijfel over is. Ik heb geen ruzie. Dat soort dingen zijn niet aan de orde. Het is gewoon wat het is. De keuze die zij hebben gemaakt om de programma's te maken die ze nu maken. Ja, daar zou ik zelf niet voor gekozen hebben. En dat zijn niet de programma's die ik het allerleukst vind om te maken. Dus hebben we ervoor gekozen dat we dan maar onze wegen moeten laten scheiden. Hoe jammer dat ook is. Ik ga jullie nog een keer allemaal dankjewel zeggen voor de leuke tijd. Hou dit kanaal in de gaten, want ik ga dus hier deze week nog een video uploaden met alle nieuwe dingen die eraan komen. Dus check dat. Dan ga ik nu niet al te emotioneel eindigen. Dankjewel allemaal voor het kijken. Op naar mooie nieuwe dingen. En tot de volgende keer. Ciao.